Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 4HAVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan beginnen met het bespreken van som 44. Dat is een leuke som. Het gaat over de oppervlakte van het kroos in de vijver van een of andere familie. En de oppervlakte daarvan groeit met een bepaalde formule. A is 1,2 keer 1,15 tot de macht T. Waarbij gegeven is, pagina 79 inderdaad, dankjewel. Waarbij gegeven is dat A is in vierkante meter en T in dagen. Dat is belangrijk, want als je nou de snelheid berekent, komt het automatisch in vierkante meter per dag. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over die eenheid, dat gaat vanzelf goed. Nu zeggen ze, benader de snelheid in vierkante meter per dag, waarmee de oppervlakte van het kroos toeneemt op T is 3. Neem delta T is 0,001. Oké, pas op. Dus even nog waar het vandaan kwam. Dit is de grafiek van het kroos, dat gaat zo. Ja, en ik wil bij T is 3, wil ik de richtingscoëfficiënt weten van die lijn. De manier waarop ik dat deed, was dat ik het differentiecoëfficiënt ging berekenen van 3 en een heel klein stukje verderop. En in het boek staat dat je moet werken met 0,001. Dus bereken de differentiecoëfficiënt als t loopt van 3 naar 3,001. Oké, nou, dat schrijf ik even op. Snelheid op t is 3. Kan je berekenen met het differentiecoëfficiënt van a op het interval van 3 tot 3,001. Yes? Hoe bereken je dat differentiecoëfficiënt? Nou, dat was, dan moest je eerst die twee waarden voor t even invullen. En dit heb ik vorige keer een beetje snel gedaan, waardoor het bij heel veel mensen niet aankwam. Ik ga in de formule van a 3 invullen. En ik ga in de formule van a die 3,001 invullen. En ik heb geen zin om dat helemaal op te schrijven, dus ik heb het in mijn rekenmachine gezet. Ik heb gezegd, I1 is gelijk aan 1,2 keer 1,15 tot de macht x. En nu kan ik deze waardes gewoon berekenen met trace. Dus je drukt trace in en dan toets je de 3 in en dan krijg je automatisch de waarde van a die erbij hoort. Dus dat doe ik. Ik toets trace in. Ik had hem al ingevuld. Dan komt bij 3 uit 1,82505. En bij 3,001 komt er ook iets uit, namelijk 1,82533051. Oké, nou en nu kan je dus de verandering van a delen door de verandering van t. Dus dan krijg je dit, delta a gedeeld door delta t. De verandering van a is 1,82533051 min 1,82505 gedeeld door de verandering van t. Maar mensen, de verandering van t is gewoon 0,001, want t gaat van 3 naar 3,001. Dus je hoeft dat niet helemaal uit te rekenen, je weet al wat hier uitkomt. Nou, dit toetsen we even in. Dus 1,82533051 min 1,82505 gedeeld door 0,001. En dan kom ik uit op 0,26. En het is automatisch in vierkante meter per dag. Oké. Is dit te volgen? Ja? Als je graag met elkaar wil overleggen, mensen, laat het dan even zitten alsjeblieft. Ook Samir B. Dank u. Oké, dat was de som die ik wilde bespreken. Som 44 op pagina 79 had ik best even zelf kunnen zeggen. En dan komt er nu een klein stukje theorie. Namelijk, dat heb ik hier staan op het bord. Hoe bepaal je de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan een grafiek? Oké. Richtingscoëfficiënt raaklijn aan grafiek. Goed,
Nou, ik ga simpel recht toe recht aan zijn wat je hier moet doen. Namelijk, een stappenplan. Stap 1, teken de raaklijn. En daar krijgen jullie straks een werkblad voor. Dus bij de sommen die ik heb opgegeven, heb je een werkblad nodig. Teken de raaklijn. En dan, lees je twee punten af van de raaklijn. Lees twee punten af op de raaklijn. Ja, en als je twee punten op een lijn hebt, dan kan je de richtingscoëfficiënt uitrekenen, weet je wel, met verticaal gedeeld door horizontaal. Met behulp van de punten. Oké, nou, voorbeeldje. Ja, dus ik heb hier de grafiek van een functie. En ik wil graag de richtingscoëfficiënt weten in A. En dat wil ik doen volgens dit systeem. Super interessant. Ja, teken de raaklijn. Nou, de raaklijn in A tekenen, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is voor sommigen is het best moeilijk. Kijk, als dit de grafiek is, dan is dit geen raaklijn, want hij snijdt. Ja, en dit is ook geen raaklijn, want hij snijdt. Een raaklijn heeft als eigenschap dat hij eigenlijk de hele tijd boven of onder de grafiek ligt, behalve in dat punt, daar ligt hij er even op. Dus als je hem een beetje schuin tekent, dan is het al mis. Je moet hem precies langs die grafiek tekenen. Dus ik ga hier bij punt A precies die raaklijn proberen te tekenen. Daar heb ik een geodriehoek voor. Ik leg hem zo mooi mogelijk langs de grafiek. Zo, en dan zeg ik, dit is mijn raaklijn. Zie je dat? Nou, ik kan twee punten aflezen. Punt A is namelijk, ik heb geen getallen bijgezet. Het zijn gewoon 1, 2, 3. Hè? Was handig geweest als ik dat alvast had gedaan. Dus A is 3,7. En ik zie hier ook een mooi punt op mijn raaklijn. Dat is 7,10. Dat noem ik even punt B. Punt B is 7,10. Toch? Ja. Oké. Okay. En hoe bereken ik dan de richtingscoëfficiënt? Nou, als je de richtingscoëfficiënt berekent, dan doe je de verandering van y delen door de verandering van x. Y gaat van 7 naar 10. Wat is de verandering van y? 3. X gaat van 3 naar 7. Wat is de verandering van x? 4. Dus de richtingscoëfficiënt van deze raaklijn is 3/4. Mooi, hè? Nou, en zo gaat het bij die sommen ook. Dus ik ga jullie vragen nog even beantwoorden. Daarna krijg je van mij het werkblad wat je nodig hebt voor die sommen. En dan mag je het zelf gaan proberen. Zijn er vragen over wat ik heb zitten doen? Ik zie geen vragen, dus dan gaan we afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.